Goedemorgen, mijn naam is Bernard Hartskamp. Ik geef hier vanmorgen een kleine rondleiding langs de 30 akkertjes en 60 akkerranden, plus nog wel iets meer. Samen noemen we dat het demonstratieveld vergroening in de landbouw. En dat heeft ermee te maken dat het Europese landbouwbeleid verandert. De boeren die moeten ook iets meer aan natuur en landschap doen. Een bepaald percentage, daar is nog niet helemaal duidelijk of het 7% wordt of misschien 5%. In ieder geval een deel van hun grond kunnen ze dan gebruiken om, voor natuur. En daar is in Winterswijk al een beetje mee geëxperimenteerd door de Stichting Waardevol Cultuurlandschap. Dat bestaat al sinds 1993 en daar werken de gemeenten, de landbouwers. Ja. Ja, dit is leuk voor de. Daar werken de gemeenten, de landbouwers, de natuurbescherming, de recreatiesector, de buurtvereniging tegenwoordig ook. En zelfs de ondernemers uit het buitengebied werken daar intensief in samen. Wel gebruikt om heel wat te maken. Oude Romein. Ja, want die zaadjes die hier aankomen, die kun je ook drogen en malen en dan heb je een uitstekend meel. Nu kun je deze plant kun je sowieso overal voor gebruiken. Dus minder naar de plus. Maar deze blaadjes die kun je ook uitstekend eten als spinazie. Experimenteren. Ja, dus het is niet alleen maar een vervelende plant, je kunt er best wat mee doen. Maar de soortgenoot quinoa heeft dus grotere zaden en daardoor levert hij veel meer meel op. En die komt oorspronkelijk uit Peru, uit het Andesgebergte. En die wordt daar wat nou ook mee geëxperimenteerd in Europa, maar hier is het dus niet gelukt. Het is een beetje verdrongen door de. Door, hoe heet dat ook alweer, de couscous. Oh, gassensoep is dat daar? Nee, dat is gerst. Ja, gerst is wat anders. Nee, maar gerst, een nadeel daarvan, als je dat in het eten gebruikt, dan moest je heel lang koken altijd. En die couscous, dat zijn tarwekorrels die volgens een bepaald procedé zijn verwerkt. En daar hoef je alleen maar even heet water op te gieten en dan is het al gaar. Hè? Dus, wat eigenlijk was, in de Middellandse zeekeuken, in die mediterrane landen, in Marokko en Tunesië, was eerst vooral gierst in gebruik. Met Amerikaanse legermateriaal. Er zat zoveel drek aan die voertuig. En toen praktiseerden ze er al niet over om een greep. Maar het schoot van de geest schoon te maken, zoals tegenwoordig. Dus er is nooit nog thuis gekomen. Dus dat is nog later. Nou ja, die gladde die is als eerste gekomen. En deze harige die is pas van de laatste 20 jaar. Maar die heeft die gladde al bijna helemaal verdrongen. Vreemd genoeg.
met mais met gekocht. Ja. Maar goed, er zijn vroeger al met kwamen wilde planten, kwamen met boten mee. Dat noemden ze, op een gegeven moment werden dat ook pothoofdplanten genoemd. Maar dat kwam omdat het in Deventer heette Binnenhaven Pothoofd. En daar hebben ze voor het eerst al die vreemde soorten eens ontdekt. En dat zag je hier vroeger bij de molens ook. Dat zat er eens in het aangevoerde graan en zo. Dat was ook vaak verontreinigingen. Dan kom je soms allerlei vreemde planten tegen in de buurt van de molen. De hash, maar de herp om touw van te maken. Dus de vezelhennep. Dus er was toen dit ingezaaid, toen iemand van de gemeente het zaaiplan van deze veldjes zei, die maakte zich al hevige zorgen. Die Duitsers van de camping Sevenmolen, die gaan allemaal naar het herpveldje heen. Maar. Oh, het gebeurt wel, denk ik straks. Maar. Ja, het werkt niet. Het werkt er nauwelijks. Daar heb je weer moeizoon van die bloemen.